We zijn hier in de stroopschuur van het Openluchtmuseum. En ik ben vandaag ambachtelijke stroop aan het maken. En dat doen wij van peren en appelstroop. Dit is echt een typisch Limburgs product, hè? Stroop is Limburg. En jam is natuurlijk Betuwe. En gisteren hebben wij dus sap geperst. We hebben hier al het fruit ingekookt. Een uur of 3, 4 kookt dat helemaal gaar is. En dan gaan we het overdoen in de pers. En dat doen wij dan helemaal persen, zodat al het sap eruit komt. En dat sap dat gaat weer natuurlijk terug in deze hele mooie grote koperen ketel. En dan gaan we het alleen maar inkoken, reduceren. Al wat je ziet van al het vocht eruit laten koken. En uiteindelijk wordt het steeds dikker. En dikker, en dan krijg je stroop. Het is een heel natuurlijk product. En we beginnen met 100 kilo fruit. 100 kilo, hè. 3 soorten peren en een soort appel. En dan houden we uiteindelijk misschien 10 à 15 liter stroop aan over. En dat willen jullie natuurlijk wel proeven. Want alles wat hier gemaakt wordt, mag je proeven. Dus het is echt ambachtelijk gemaakte stroop wat je hier proeft. Dankjewel. Alsjeblieft. Je moet natuurlijk wel zeggen dat het lekker is, want het is natuurlijk lekker. Ja, het smaakt heerlijk. Zoet, hè? Maar doe je er ook heel veel suiker bij dan? Nee, dat is juist het leuke ervan. Er komt geen suiker bij. Dus echt een natuurlijk product, want wat je doet hier is inkoken. Je verliest het water, maar de smaakstof die blijf je houden. Dat is zo lekker zoet. En dan, dit moet nog wel een tijdje koken, een uur of 4. En op het laatste moment, dat is het belangrijkste, hè? Want het gaat op minuten aan. En in één keer is het niet goed en de andere keer is het in één keer heel goed. Maar dat is echt het vakmanschap, hè? En blijven gewoon lekker roeren. Dat is een klein beetje te zien, of niet? En ik zou zeggen, kom zelf ook proeven. Een ambachtelijke stroop. Nou, dit is een hele oude pers, zelfs uit 1849, een fruitpers, sappers. We hebben gisteren het fruit gekookt, helemaal lekker gaar gekookt. Dat scheppen we over in deze hele mooie pers. Het wordt helemaal bekleed met deze hele fijne doeken. Omdat je alleen het allerbeste sap eruit krijgt natuurlijk. Wat er overblijft is een beetje heel droog pulp. Dat gaat meestal gewoon lekker naar de diertjes hier. Die vinden het ook allemaal lekker. Nou, het sap komt hier helemaal uit, wordt opgevangen in een oude emmers en gaat later weer in een mooie koperen ketel.